Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2010 Carré Mode 4, aflevering nummer 34, hier in Singapore. Mijn naam is Jonas Raven en vandaag gaan we dus verder voor een nieuwe video. Maar heb je die vorige race in Italië gemist? Leuk. Ja, top, super. Heb je die vorige race in Italië gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven in het i'tje. Klik erop en dan zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En ram ook gelijk op dat belletje, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker produceren veel video's de laatste tijd. Gaan gewoon door met F1 2010. Volgende week komt F1 22 uit. Het is vandaag 22 juni, maar deze video zal gepubliceerd worden ergens in augustus. Ik denk de 19e, maar dat zien we dan allemaal wel. Maar eerst de kwalificatie voor aflevering nummer 34 hier in Singapore. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Het is gewoon droog gelukkig. En kijken of wij hier in Singapore de pole position kunnen veroveren. Het zou wel mooi zijn als dat gaat gebeuren, maar we moeten er wel hard voor knokken. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van onze eerste run. Het gaat ook een beetje regenen volgens mij, want de baan is nat geworden. Dus er komt regen op komst. De vraag is ook, hoe hard gaat die regen vallen? Nou, de baan is in ieder geval wel nat, terwijl daar even Lucas Di Grassi een beetje in de weg rijdt. Bij het uitkomen pitstraat. We hebben daar gelukkig geen last van. En dan was die tweede run was niet goed. Het is uiteindelijk stevig gaan regenen. En iedereen was zo dom om namelijk die ronde niet naar buiten te duiken. Dus dan krijg je dit. Dat heel veel jongens op die intermediates of op die fullwets moeten dus gaan beginnen. Wij zijn dus slim geweest en pakken hier de pole position. Dus op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 34. Dan zijn we aanbeland bij de pitbox. Vertrekken dus vanaf pole position hier voor de grote prijs van Singapore. Aflevering nummer 34 alweer. Nummer 34. Het gaat hard. Het gaat heel hard. 44% kans op regen. Dus ik verwacht het gewoon droog. En wat hier belangrijk is, een goede start hebben. Want op Singapore kan je niet zo makkelijk inhalen. Het is net als Monaco een krap circuit. Alleen hier staan de muren wat verder van elkaar in plaats van dicht bij elkaar. Wat dus op Monaco wel het geval is. We gaan dus een eenstopper doen. Soft. Hard. De rest gaat dat volgens mij ook doen. Dus ja. Als we er gewoon de start overleven en we kunnen wegrijden van het veld, dan zit er gewoon goed. En dan gaan we ook gewoon beginnen voor de race hier in Singapore voor aflevering nummer 34 van F1 2010 Carré Mode. Hopelijk kunnen wij hier weer een overwinning bijschrijven. Het zal mooi zijn als dat gaat gebeuren. We gaan beginnen, want we zijn onderweg hier in Singapore. Komen goed weg, jazeker. We keren al gelijk die eerste bocht en het is de leiding gewoon veroverd en behouden. Ziet er daar een klein beetje door, maar het is geen probleem. Massa naar P2, Alonso naar P3, Webber op P4. Maar wij behouden gewoon de leiding in de eerste ronde. Goed hoor. En rijden al gelijk weg van Felipe Massa. Die rijdt op P2. We zijn ook in gevecht voor het constructeurskampioenschap. En dan zitten we in ronde nummer 2. Bijna die muur getoucheerd. Maar we komen er goed mee weg. En dan zitten we in ronde nummer 3 als de banden er wel aangaan. En noteren de snelste raceronde van de wedstrijd.
met een 1.46.9 als ik dat goed zeg. Barrichello op P19. Hamilton op P4. We rijden gewoon goed. En er zijn nog 9 rondes te gaan in de wedstrijd. En zijn weer snel in sector 1. Ronde nummer 4. Als we daar per ongeluk een waarschuwing krijgen voor de bochtafsnijding, gaan wij naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Ga naar de harde band. Oeh, die muur kwam wel heel dichtbij, maar het is gelukkig gered. Mooi. Piepen 9 is de pitstop wat aan de langzamere kant. En waar komen wij terecht? Don't forget to turn the limiter off. Ik hoor daar iemand aan de zijkant. Dat is Fernando Alonso. Massa dus naar binnen geweest. En in ronde nummer 5 komen wij gewoon weer aan de leiding van de grote prijs. En dan zitten we alweer in de laatste ronde. Waarom? In die tussentijd is er niet zoveel gebeurd. Wat wel moet gebeuren is de concentratie behouden. Het ging daar bijna mis. Dus we moeten even het hoofd koel zien te houden. Dan hebben wij daar Timo Glock die een beetje in de weg rijdt. Maar laat ons hier wel mooi voorbij. Dat betekent weer een overwinning voor ons. En een stap dichter bij de constructeurstitel is het op naar de volgende race. Wij winnen dus hier bij de grote prijs van Singapore. Alonso op het podium. En Massa maakt het podium compleet. Een dubbelfeest voor Ferrari. Hamilton op P4. Webber 5. Vettel 6. Schumacher 7. Liuzzi 8. Kubica 9. En Vettel pakt het laatste punt voor Red Bull. Teleurstellend seizoen voor de Duitser. Jammer maar helaas. Barrichello niet naar de punten. Maar het is geen probleem. Want wij pakken gewoon alle punten binnen voor het team. De belangrijkste punten pakken wij binnen. Dus het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel meer uit. En ja, Liuzzi van P14 naar P8. Doet hij goed. Heel goed gedaan voor de Italiaan en Force India. En wij versteven de voorsprong met 375 punten. Alonso volgt op 187 punten. Dus ja, het verschil is gewoon enorm groot. Iets te groot, maar goed, dat zien we allemaal voor het volgende seizoen. En hebben 110 punten voorsprong op Ferrari. Dus wij zijn eigenlijk al constructeurskampioen. Want hierna zijn nog maar 4 races te gaan. En dat is 100 punten te verdelen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Great news. A few teams have come in with contract offers for you. We should take a look. Stoor mij niet. Stoor mij gewoon niet. Goed verhaal. Ik was iets aan het vertellen. Oh ja. Nog niet geabonneerd? Gewoon even doen. Abonneer gewoon voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike me als je hem niet leuk vond. Voor mijn even op sociale media natuurlijk. Ik ben helemaal in de war met mijn spraak. Het Gianland schouder op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruiksnaam in de beschrijving. Dit was het Gianland mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gewoon met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.